Ja. Kan je zelf ook eens zien? Denk je nou dat hij goed zit? Ja, ik heb een zitplaatje. Ja? Oké. Okay. En hier, een de tagplaatje van Mannequin. Oké, okay, dus dan ben ik de vierde. We zien een tagplaatje op je rugzak. Ja, klopt. Je portemonnee, je telefoon. Nee, staan er maar ja. Eentje wel. De middelste. Ja. Jongens, testje A. Ik hoorde hem wel. Ik hoor jullie niet. Met ik hoor jou wel. Ik hoor jou wel. Ik hoorde hem ook niet. Check. Ja, nu wel. Check. Ik hoor jou niet doen. Nu wel. Ja hoor. Ja, man. Dat is ook niet zo dicht. Even kijken, dit zijn mechanical schoenen, die dingen die puzzelen als een idioot. Ja, maar dit zijn die andere. Ik heb weer een beperking. Dat zijn handschoenen die je weggooit na. Jeroen, ik heb een sigaretveilige handschoenen. Ja, Nomex. Precies. En Kevlar. En Kevlar, ja. Ideaal. Brandy, hè? Ja. Ik heb wel wat draaibaar. Ik heb die rookbommen van Christian, die werken veel beter. Ja, ja, dat denken ze wel, dus natuurlijk doe ik niks. Anders, nou, we hebben die rookbommen van Christian, best leuk. Ja, die rookbommen zou ik wel. Je gooit er 4 neer om 1 over 12. Dan komt niemand met siervuurwerk achter. Je staat open. Heb je geen, geen headset? Ik heb mijn oortje niet bij me. Oh, dat is kut. Hoezo, kut? Nou ja, nou, iedereen kan je horen. Zet je het wat zachter? Ja, zet maar zachter. Ja, het is ook zo vervelend. Dus. Jongens, jullie zijn allemaal klaar met indelen? Jo. Ja. Jo. Hallo André, hoe is het met je? Hoor je mij? Ik laat hem lekker zachtjes staan, dan kan ik jou wel horen. Nee. Dus je moet hard praten, want anders versta ik je. Wat zeg je? Oh, je hebt toch je bitje. Helemaal niet naar de kloten, maar ik heb wel een beetje. Komt je bitje er zo uit? Kijk maar, mijn tanden zijn heel. Ja. De binnenkant zit wel helemaal rood verder, maar goed, maak je. Zit er wel in het bitje allemaal? Ja, dit zijn verleden witte. Ik begin alweer dorst te krijgen, geen stil van. Maar ik heb een beetje weer. Ik heb 5 ook. Ja, dat kan. Oké. Volgende keer. Kijk eens aan, onze missing in action. Ach ja, het schaap. We gaan er wel lekker ontspannen bij hoor. Ja. Inderdaad. Nice. Ja, dat was niet mijn weg. Zo'n keelmicrofoon trouwens. Robin, zo'n keelmicrofoon, je bent meestal totaal niet te verstaan. Hoor je? In een Amsterdamse accent. Oh, dat is het, Amsterdamse accent. Nou ja, daar had ik op zich geen probleem mee, maar. Ik vind het leuk. Oké. Okay. Nee, maar als ik zachtjes praat, dan moet ik me eigenlijk meer tegen mijn strot. Ja, ja, goed. Maar ja, soms als ik dan harder ga praten, dan geef ik mezelf weg. Dus dat is maar op de koop toe. Dus ik hoor hier wel, maar ik kon even niks. Als ik gewoon nog een keer vraag wat je nee, 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 maar dat doe je ook goed niet. Je wordt ook niet altijd gefrustreerd. Dus normaal niet. Ik vraag gewoon nog een keer. Ik bedoel, ik heb zelf ook. Soms ben ik bezig met tegen mensen te schrijven en dan hoor ik kwek op de achtergrond. Dus dan denk ik ook van ja, laat maar. Laat maar. Ik zei toch op een gegeven moment. Eerste beste sportpakkerij, Charlie. Hoe lang nog? Ik was er al bij en hoorde ik dat een tik. Dan hoort hij wel wat in de haal, probeert hij maar wat uit te zenden. Oh. Wil je dat wij Charlie pakken en Charlie blijven of voor Charlie gaan zitten? Voor Charlie. Voor Charlie? Ja, en probeer. Ja, vlaggetje vangen met z'n tweeën. Ja. En dan voor Charlie in controleerde omgeving. Ja? Als ze er al heen komen, heel snel aanroepen en afschieten. Nee, gewoon netjes. Volg de rules of engagement. Volg de rules of engagement en aanroepen en.
Zeg je? Wat gaan we met de dorpelingen doen? Wij gaan wel even kijken of we met de dorpelingen kunnen praten. Nee. Dit zijn vriendelijke mensen. Wij zijn er om. Luister eens mensen, wij zijn UNOF. We zijn hier om de burgerbevolking te beschermen, hè? Nee, wij hebben op zich geen conflict met NEO. Wij zijn om de orde te handhaven. Daarom roepen we ook iedereen aan. Als daar bewoners zijn, nieuwe bewoners in dit gebied, dan is ook onze taak om ze te beschermen. Tenzij ze vijandige intenties vertonen, in dat geval... Knallen. Ja. Want dan ook, om de 20 minuten, tellen wij de vlaggen voor victory points. Maar is die omhoog, voor je victory points. Maar ieder hostage die hier naartoe heeft gebracht, is ook een victory point. Ah, mooi. Oh, en omgekeerd geldt ook, hè? Dus niet te enthousiast. Ja, als er vol druk op staat, dan moet je niks nemen. Dus Charlie, jullie gaan zo meteen snel daarheen. En daar positie innemen en let op. Ja? Lijntje, als je roep even als je in positie bent. Zeg je? Als je iemand hebt gevangen, probeer even Marshall te pakken. Ja, prima. Charlie, lijntje. Charlie opstellen. Charlie daar opstellen. Bravo daar opstellen. Dankjewel. Goed dat je net zegt free. Laat maar. Bang! Nou ja, laat maar. We zijn de commandant kwijt omdat hij zijn wapen niet gevuld had. Kom ook op, man. Ga hem hier mee. Hoera! En hoeveel waarschuwingen wil je schieten? Als ze dreigen, als ze dichterbij komen, als ze een veilige afstand passeren. Of ze vertonen dreigende bewegingen, dan schiet je eerst een waarschuwingsschot in de grond. En als ze dan nog dreigender worden, schiet je gewoon terug. Hij zegt, je moet eerst in de lucht, dan moet je plat leggen. Niet in de lucht. Dat meestal gewoon plat leggen en gericht schieten. 4. Nee, 3. Dat is jouw naam nog weer. Alpha 0. 1. Go! Oké, jongen mannen. Je wil een gunpel lijken dit, hè? Ja, geen ervoor. 1, 2, 3. Ja, laat maar eerst maar. 2 man nodig! Ja, jij hebt een point. Ja, gaan. Ik was tweede. Geef even door wanneer je in positie bent. We moeten naar het dorp, André. André, toeristische route. Oké, wacht even. Goeiedag. Hallo. Mogen wij dichterbij komen? Hup. Hallo. Wilberg. Ik ben... Otmans, ik ben de commandant van de UNOF-troepen in dit gebied. En hadden een rapport gehoord dat jullie hier neergestreken zijn, dat er hier bewoning is. Ja, dat klopt. En we wilden even kennis maken eigenlijk. Nou, welkom. Ja, loop even mee. Jongens, wel eventjes positie nemen voor het dorp graag. Ja. Hallo. Hi, commandant UNOF. Mijn mannen, vinden jullie het goed als mijn mannen even zeggen? Ja, is goed. Okay. We gaan weer een verdedigende linie om ons dorp heen maken. Weer? Dus het is reset, hè? Ja, nou, het is, we hebben het weer gedaan dus. Zijn de tweede groep nog. Oh, oké. Okay. Oh, jongens. Daar aan de bosrand, even een positie nemen. Zijn die van jullie of niet? Welk? Die mensen daar? Nee. Ik zie ze op 1 uur. Oké, in dekking. Nou, je weet dat hier mijnen liggen in het veld? Nee, waar liggen die?
Wij kunnen ze heel makkelijk vinden. Ja? Hij zou ze eventueel kunnen verplaatsen zelfs. Oh, oké. Okay. Daar zou je ze misschien daarheen kunnen verplaatsen, zodat dat willen we wel doen, maar dan moeten we er wel voor zorgen dat we er iets voor terugkrijgen natuurlijk. Want wat wij zijn, natuurlijk, wat willen jullie ervoor terug? Nou, bescherming voor mijn mensen, dat wij de latrines kunnen repareren en wat hout kunnen halen. Prima, dat vind ik goed. Mijn mannen liggen daar omheen. Ja. Dus in principe hebben we hier... moeten we eventjes... Bravo, zitten jullie in positie? Nio, loopt om. Gewoon 3 uur weg. Maak u bekend of er wordt geschoten. Ja, wij zijn in het dorp en het dorp wordt van de linkerkant wordt besloten beslopen door waarschijnlijk Neo. Ja, zeker weten Neo. Jongens? 4 man, over links. 4 man, stop. Maak u bekend of er wordt geschoten. Deze meneer zei dat ze hier tussen moesten komen liggen. Hallo. Zo. Hallo. Daartussen moeten ze neerleggen. Hoe is jullie relatie met Nio? Wij zijn neutraal. We hebben geen reden wat ga je doen? Okay. Aan te vallen. Ga je nu weer dwars door is de is iedereen is iedereen aangeroepen? Ja! Het is wel maar nog wat. Steek uit het komen! Ja! Been! Zitten ze? Links, 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 1 uur. 1 uur. Oh, empty. Zoek dekking, jongens. Oh, Tristan, schiet voor zijn week. Hij was ook nog met jou bezig, hè? Ja. Pas op, gaan we vanuit het huisje. Alfa is onder vuur genomen in het... In het dorp. Bravo. Kunnen jullie naar links trekken richting de... En die gast in de rug aanvallen. Bravo. Vallen jullie die neogasten aan links in de bosrand. Alle wapens vrij. Bravo, val ze aan, links in de bosrand. Alle wapens vrij, we zijn onder vuur. Ja, precies. Zie niks. Alle wapens vrij.
dwergstaartje, dat is bijzonder. Charlie, gaan jullie naar het Fort Dock? Charlie, gaan jullie naar het Fort Dock? Mijn houthakker is net door een van jullie mannen neergeschoten. Door onze mannen? Ja. Wij schieten dit aan de andere kant op. Ja, nou, zeg dat tegen het gat in zijn nek. Ach, wat arme vent. Hoe komt dat dan? Waar was u dan? Wij zijn hier in het dorp. Echt, als je dat niet recht gaat zetten. Je kent hem niet, man. Ach. Hij daar. Heb jij daar geschoten? Ja. Zeg jij eens even sorry tegen deze meneer? Ja, nee, hij is dood. Ja. Ga je sorry tegen mij! Zeg maar sorry even tegen deze meneer. Jongen, je mag hem in zijn been schieten. Bam! Kijk, dokter. Lijfstraffen. Oh! In dat geval. Dat weet je het niet, hè? Hekelig. Help! Ja, maar nu is hij weer teruggeschoten. Dus we staan weer gelijk. Ja, dat kan. Maar ik ga zo een beetje opleiden. Dat moet je zelf doen. Oké, dan moet dat zo. Dat is weer wat anders. Maar... Ja, prima. Even kijken, waar is ons medic? André, ben je ons medic? André, hier, graag. Medic. Even zijn been. Snel, loop door, je staat in de vuurlinie. Zijn been. Ik geloof dat we hier vrij zijn, of niet? Ja, heel goed. Oh, komt u weer! Jongens, dit is neutraal gebied, hè? Ik wil niet dat hier een vechtzone van. Nee, wij gaan eruit. Dank u. Ik wil meer burgerslachtoffers vermijden. Heel goed. Zeg je? Nee joh! Oh nee. Nee. Is dat nog steeds Neo die daar ligt? Hangt, heel op merk. Of niet wel goed raak vind. Neo, 12 uur! Bravo. Wat is jullie status? Alfa maakt een lijn voor het dorp. Bravo, wat is jullie status? Kom maar op, wij moeten uit het dorp. Ja, dat weet ik. Doe maar. Alfa, wat is jullie status? Bravo, wat is jullie status? En Charlie ook. Dekking, loop ik naar voren. Oké. Kom aan. Zo. Hier, hoofdkwartier.
Op dit moment is de stand 3-2 voor Neo. Oké. Okay. Oké, meekomen, we gaan die vlag omhoog doen. Oké. Medic! Waar ga ik arm? Ja, arm doe maar. Oh. Je ligt niet. Je ligt niet, dus er zal wel een armhit zijn geweest. Gaat het? Kom, gaan. Neus. Ben je dood? Ja! Oh, ja, oké. Okay. Op zijn neus, ja, op zijn neus. Ah. Dood. Kom, help, 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 help. Bravo, wat is jullie positie? Hé, hey, neem je mee. Kan kom mee. Ik ben dood. Oh, ik ben dood. Och shit, man. Sorry. Ik zat zo! Ja. Oh. Ja. Dat die van ik met mijn hand te zwaaien. Ja, ja, ik wist niet of je, hit, of je helemaal hit was, want in principe moet je dan liggen. Kun je het stabiliseren of niet? Wat? Of bijslepen? Nee. Natuurlijk wel. Nee, nee. Mooi. Ze hebben 5 minuten. Kom mee. 2 handen. Voor mij, als ik gewond ben, moet je met 2 hebben. Ja, nee, met 2 handen. 2 handen. Jij, jij bewaakt mij, jij bewaakt mij. Ik heb hem met 2 handen. Ja. Jij bewaakt mij. Wacht hoor. Ik heb hier een gewonde. Hey, niet schieten, niet schieten. Ik heb hier een gewonde, commandant. Hij heeft op ons... Hij was niet dood! Wie niet? Smerige leugenaar. Erik was niet dood. Ik heb hem toch in de greppel zien liggen? Oep. Hij loopt hier net. Dat is geen... Zeg het maar, jongen. Nee, dat is geen larkwater. Nee, nee. Ja, het is... Geef me 1 goede reden waarom ik je niet hier ter plekke neer zal schieten. Sorry meneer, mag ik even, mag ik weten wat er aan de hand is? Mag ik weten wat er aan de hand is? Sorry, mag ik heel even weten wat er aan de hand is? Want ik heb hem gevangen genomen. Dus als je hem nu doorschiet, dan heb ik een groot probleem. Hij heeft een van mijn burgers dood verklaard, terwijl dat hij niet dood was. Aha. Dus zullen wij naar het dorp gaan? We hebben iemand anders hier liggen. Deze meneer is gewond en die heeft verzorging nodig. En ik stel voor dat we hem eerst oplappen en dat jullie daarna met hem praten. Even hier langs, kan ik het hierbij? Zo. Ja, dit is de meneer en hij heeft wel eventjes, ik neem al die wapens af. Deze, mes, 1 sidearm. Zet hem maar vast dan als daar. Nou weet je wat, nee, jullie voeren hem af als krijgsgevangen, of niet? Prima, maar mag die eerst opgelapt worden? Dan kunnen... Hier is oh. Hij heeft geen misdrijf tegen de mensen gedaan, helaas. En dat kan nog, hè? Hoe kan nog? Ja, dat kunnen wij ook nog wel doen, dus ik zal maar luisteren. Ik ben gehouden aan de code dat er geen neerleed mag veroorzaken. Neem jij een verzetige positie en dan waak ik deze meneer. Okay. Jullie hebben allemaal dingen gedaan, hè? Oké. Okay. Bravo, bravo. Wat is jullie status? Meester. Gelogen, bravo, bravo. Wat is jullie status? Bang. Charlie, wat is jullie status? Bang. Ze heeft zelf een wapen. Ze heeft zelf. Waar zijn jullie op dit moment? Bang. Alsjeblieft. 2 keer, alsjeblieft. Bravo, waar zijn jullie op dit moment? Hij heeft gelogen dat ik dood was. Zij wou hem vinden. Charlie, geef eens een fusit rap, waar zijn jullie? We gaan ons erop graven. Charlie, ik wil dat jullie naar het kleine fort gaan. We hebben daar weerstand en er zijn misschien friendlies in het gebied. Ik wil dat jullie naar het kleine fort gaan. Ik
Prima, prima, dat is goed. Bravo, wat is jullie positie? Oh, dat is jammer. Als je uit de span komt, ga dan naar fort, naar het kleine fort, Forest Fort. Twee handjes, dan moet je nemen. Laat maar komen. We hebben daar een massagraf. Orde voor Bravo, jullie gaan via Charlie naar het kleine fort. Hé, hey, waar gaan jullie heen met die... Ho! Waar gaan jullie heen met mijn krijgsgevangenen? Kijk je even aan. Waar gaan jullie heen met mijn krijgsgevangenen? Is hij dood? Oh, nee, dat is wel jammer. Zorg er wel voor dat hij goed dood is, hè? Zeker wel. Oké. Ja, Bravo, ga naar... Oh, wacht. Bravo, ga naar Fox. Let op iedereen, we worden van links aangevallen. Dooier dan dat kan niet. Bravo en Charlie naar het middelste fort. Bravo en Charlie naar het middelste fort. Druk op oefenen uit de linkerflank. Denken jullie 360? Verspreiden. Oh, hit! Hit! Hit, medic. Oké, jongens, dat fort wordt onder. Hebben we dat fort? Nee, dat wel. Dat wel. Pas op, ik wil dat fort hebben en druk uit te oefenen op de linkerflank. Jongens, naar Fort Fox. Druk uit te oefenen op de linkerflank. Let op je 360. Waar zit ze? Waar zit ze? Daar zit één man. Ja, die is dood. 20 meter, nee, die is niet dood. Dat is een dekkom. Op onze merk. 20 meter van die bochtrand. Daar zit er één met een hesje. En de achterkant. Oké, nou, dat fort is weer van hun. Wie zit er in dat fort? Niemand zit volgens mij in dat fort. Ja, waarom? Ik zag beweging in dat fort. Dankjewel. Nee, helaas. Heer Wildenberg! Ja.
Dokter? Wat? Nee, ik ben niet geraakt. Daarheen. Hij is geraakt. Ja, hij moet naar hier. Dit is nu het portaal. Ga maar naar de dokter. Of ga ons. Jongens, pas op. Ja, daarom zeg ik. Ik zeg, ik ben interesseerd niet dat die hit is. Ik zeg, pas op daar. Een rare. We hebben hier nodig. Heel goed, haal die twee porten in ieder geval even vast. Ja, ben je nog onder vuur, alfa 3? Ja, prima. Dat is duidelijk. We kunnen er alleen op het moment niet uit. Nee, ja, die is van Marco. Niemand. Jongens, let een beetje op je onderlinge separatie, want er vallen wat artilleriestrijd. Staat op het schootsveld. Ja. Heel goed. Oké, alle eenheden zitrem. Blijf even in dekking. Waar zitten we? Wat? Merk! Nee. Oh ja. Contact links. We hebben een dokter. Hij is blauw. Kom, opstaan. Thuis. Hij is niet dood. Oh, u bent medicus. Ja, hij is gewond. Links van het dorp. Ga van Charlie naar het middelsport. Ga van Charlie naar het middelsport. Ik heb hier voor het dorp heb ik hulp nodig.
Ik heb voor het dorp hulp nodig. We moeten het meest linker port pakken. Hier bemoeizuchtige Heikemand. Hier hallo. Bemoeizuchtige Heikemand. Okay, er is een vliegtuig neergestort. Ja. De piloot heeft zich gelukkig met de schietstoel kunnen redden. Ja, fijn. Er zit omgeving Peter. Ja, dat is een vet pep. Levert extra victory points op. Ja. Als je een draagbaar meeneemt en hem veilig kunt vervoeren terug. Ja. Waar is een draagbaar? Ga ik zo weer pakken. Ja. Levert je 3 victory points op. Oké, okay, cool. Naar het dorp terugbrengen in plaats van naar jouw spawn is nog eens een victory point. Oké. Okay. Alleen op dit moment weet ik niet of ik aan het verzoek kan voldoen. Ja, goeie vraag. Ligt er eentje daarachter. Terwijl er maar eentje daar, hè? Met twee, even kijken hoeveel is er, want ik zit even een headcount te doen. Mm-hmm. Jongens, blijf uit elkaar, uit de buurt, uit elkaars buurt. Pak hem er even bij, we gaan naar het linkerport. Oké. Okay. Hallo. Pak hem erbij. Is hij dood? Is hij dood? Zeg heer dorpsbewoner, waar loopt u mee rond? Ja. Waar loopt u mee rond? Een mortier. Hebben jullie die nodig voor je zelfverdediging? Dat is onze mortier. Kopen? Ja? Ja? Wil je ervoor hebben? Nou, als jullie... Oké, jongens. Dat fort. Ik heb geen lintjes meer, merk is weggevallen nog. Luister, okay, ja, ik weet goed met jullie gemaakt. Ja? Als jullie zorgen dat dit weer een veilige perimeter wordt, waarin alles stil is, ja? Dan krijgen jullie dat ding van mij. Prima. Dan doen wij 1 schot uitbrengen in jullie naam. Oké, okay, wij gaan die kant op. Iedereen, ik wil een linie voor het dorp. Ik wil een linie voor het dorp. Gaan die kant op. Wat is er aan de hand, jongen? Zie je hem 12 uur? Ja, is traag in de kom. Coach zit hij. Ben je dood? Hit! Hit! Hey! Hit! Medic! Medic! Heb je geen bandjes meer? Hè? Nee. Helaas, dan ben ik dood. Thank you.
Je moet opzij trekken. Ik ben dood. Of gewond. Kan iemand mij helpen? Ja, dokter. Dokter. Ja, dokter. Nou, gaat het zitten dan, ja? Ja, dank je zeer. Ja, andersom. Andersom? Zo? Het wordt wel echt om het dorp gevochten inmiddels. Dat is wel grappig. Het loopt niet altijd goed af met je patiënt, hè? Ik was net zelf patiënt, meneer. Ah, ach. En hoe gaat het nu met u? Nou, je zit. We zijn helemaal in staat om de juiste injecties. Nou, gelukkig. Te doen. Daar ben ik blij om. Oké, dank u wel. Ik ben genezen. Oh, nog eentje. Super, dank u wel. Maar ik wil onderhand wel in Neo gewoon echt even op jacht gaan. Ik ben een beetje zat. Ja, heel goed. Voor mij mag u. Ik probeer het. Ik probeer het, we proberen ook Neo weg te jagen van het dorp. Welke kant komt hij? Daar. We worden echt heel zwaar onder vuur genomen door Neo. Ook het dorp gewoon, hè? Ja, precies. Ja, ik geloof dat iedereen een beetje iets even een zatte rol spelen, dat we gaan gewoon knallen. Denk je? Nou, vorige keer was dat ook zo een beetje. Ja. Goed. Bent u een beetje tevreden? Er wordt nu niet meer geschoten hier in de buurt van het dorp. Ja, u mag hem meenemen. Oké, top. Die woord gehouden, dat is mannen. Dank u wel. Ik moet even met Chris overleggen wat hij precies doet. Chris! Waar is Chris? Die stond net hier, maar hij is hier. Die staat daar. Ja, ik ben Chris, dat heb ik gesproken. Marshall! Marshall! Peter! Hey, even die luien! Marshall, Peter! Kom eens hier! Hier is Chris. Oh, Chris. Ik heb deze verdiend. Ja. Mag ik die inzetten om dat fort te ontdekken? Om daar een boom op te doen? Ja. Ja, mag. Oké. Mannen! Hier, high command. Zit er nog steeds beweging in het fort? Jongens! Jongens, zit er nog wat in het fort? Waar? Eentje maar. Twee? Wijs ze aan. Links of rechts? Als we de poort is aan de rechterkant. Aan de rechterkant van het fort. Marshall! Marshall! Ik ben respawn. Ja, top. Band aanvullen. Heel cool. Ik wil een boom op het fort. Ja, boom op het fort? Ja, daar bij de vlag. Auw! Hit!
Alfa 0, ik heb een medic nodig. Ik ben rechts van het dorp, of links van het dorp.